Hij staat aan, man. Wat rustig, bro. Nog niet open doen. Ja, toch? Oké. Oh, jij mag nog niet zitten, man. Stel. Nee, grap. Yo, guys. Welkom bij een nieuwe video. Zoals jullie zien ben ik hier met Chatmo. Dit is geen nieuwe serie of zo. We gaan gewoon pizza eten. En we gaan wat vragen beantwoorden die jullie hebben opgestuurd via Instagram. Dus voordat we beginnen, volg me ook even op Instagram. Kleine, laagstreepje, John. Hoe meer volgers, hoe meer blauwvinkjes. Yes. Wil je nog wat zeggen? Ik wil ook een blauwvinkje, dus ja, volg. Oh ja, en volg Chatmo ook. Wat voor pizza heb jij? Ik heb een pizza chicken... Bro. Oh, hij moet eerst hier open. Ik heb een pizza chicken shawarma. Maar doe niet alsof je dat niet wist, want jij hebt dat ook. We hebben precies dezelfde pizza. Onze knoflooksaus is geel. Ik begrijp die ook niet. Check. Ik weet niet of je het ziet, maar... Oké, maakt niet uit. Allereerst wil ik zeggen, eet smakelijk. Ik wil je ook eet smakelijk wensen. En dan zeg ik... ja, hoe is het met je eigenlijk? Met mij is het wel rustig, man. Hoe is het met jou? Hij zegt met mij, nee, met mijzelf. Maar rustig, oké, mooi. Ja, positief. Hoe is het met YouTube? Met YouTube is het wel goed, man. Tweede kanaal. Loop. Ja, man, je weet van mij, ik heb gewoon twee YouTube kanalen. Gaat gewoon lekker. Op de ene ben ik wel even een tijdje inactief geweest. Maar geen stress, we pakken het weer op. We zijn gewoon weer bezig. Er belooft nog heel veel leuks te komen in 2022, man. En wat gaat er komen? Gewoon content, toch? Gewoon als in... Wat kan ik volgens straatinterviews? It's a joke, hey! Hey, luister. Hij maakt grapjes. Ik heb straatinterviews in het verleden gemaakt. Maar ik heb wel eens tegen mezelf gewoon gezegd van... Ik stop ermee. Ik heb het vaak genoeg gedaan. Leuk en aardig. Ik wil gewoon andere soort content brengen omdat... Ik niet de guy wil zijn die bekend staat om straatinterviews, snap je? Ik ben Chatmo. Je kan mij van meerdere dingen herkennen. Van zowel TikTok als gaming tot... Challenges. Niet alleen straatinterviews, snap je? Ik ben gewoon serieus daarin. Je moet een allround creator worden, snap je? Als je... Jij ook, toch? Ja, ja. Wanneer een nieuw straatinterview voor jou? Ik ben er weer. Record. Nee, maar lauw om te horen, man. Ja, man. Heb je nog wat te zeggen? Nee, man. Dat was letterlijk mijn antwoord op jouw vraag. Oké. Okay. Dit is trouwens geen interview. Dit is gewoon even met Mo even praten. Ik merk dat Mo, hij gamet. Of hij heeft een serie waar hij van A naar B gaat. Dus jullie praten weinig met Mo. Tenzij je hem volgt op Instagram of op Twitch. De stream kijkt. Maar ik dacht hem een keertje praten. Kijk, met iemand. Ik ben een creator. Ik maak content. Zeg maar, ik doe vaak in jouw video's en zo. Hè? Ja. Maar mij hoor je niet vaak praten of zo. Ik ben die guy die gewoon letterlijk bezig is met de content. Uh-huh. Maar ik ben niet die podcast guy of zo. Snap je? Maar, ik wel, zeg maar. Nee, ja, maar mensen weten van jou meer van dat jij praat en zo, toch? Ja, je bent lastig om uit te leggen. Man. Uh-huh. Maar wat jij precies wilt zeggen is: we zijn bezig met een mukbang eten. Praten, klaar. Ja, ik heb gehoord, je gaat dit jaar een Smash Up S Somali's versie opnemen. Hij is al grapjes. Okay, Smash Up S is niks voor mij, maar ik zeg je eerlijk. Ik had je ook gisteren een snap gestuurd. Ik had het gekeken gewoon in de nacht, Smash Up S. Was wel even lachen, man. Even leuke memories, was, hè? Het was even een geschiedenisdingetje. Ja, wie weet gaan we... Nee. Zou je een deel 3 maken? Ik had het wel gezegd, de deelnemers zoeken werd 1 moeilijk. En omdat er veel werd gehaat op de Smash Up S. Maar nu willen heel veel mensen weer wel. Ik ga een heleboel andere dingen doen. En dan ga ik weer misschien een Smash Up S 3 uitbrengen. Wie weet, blijf tuned. Wie heeft de betere kledingstijl? Sowieso hij. Waarom? Ik ben nog onduidelijk in. Ook ook. Ik ben niet die guy van die outfits, man. Ik zeg je heel eerlijk. Ik zie er vandaag dan wel chachi smooth uit, maar... Goed dat je het weet. Ik zie hier, ja, Nike. Vandaag zie ik er wel smoother dan jij uit, of niet? Ja, altijd toch? Ja, maar als we gaan kijken naar John. John is die... Hij is ook een artiest, toch? Hij is die model, zeg maar. Hij is die guy, hij komt nonchalant in een shirtje van Moncler. Ik heb geen Moncler shirt. Oké, nee, maar... Ik krijg niet zoveel waarde aan kleding, maar geef mij gewoon CNA en ik zit al goed, snap je? Kijk, ik als persoon, ik krijg ook niet zoveel... Hey! Ga door. Nu ben je niet meer zo chatje. Nee, man. Kijk, we hebben niet servetjes gekregen, besef ik. Ik hecht ook niet zoveel waarde aan kleding. Ik draag ook gewoon heel vaak... Sorry, camera. H&M. Ik draag niks speciaals. Ik draag gewoon Nike, H&M, trainingspakken. Dat is het. Ik draag heel vaak trainingspakken. Dus ik denk niet dat het daarin verschilt veel. De ene keer hij, de ene keer ik. Ja. Maar in het algemeen jij? Als je kijkt naar Instagram, niet eigenlijk. Ik zie, je hebt wel frisse pikka's daar zo. Editen, breng even die frisse pikka van mode die zo wegkijkt. Zo. Dankjewel. Maar what the hell? Hij maakt grapjes. Dat is die hele model, joh. Hij maakt jokes. Omschrijf elkaar in 1 woord. 1 woord? 1 woord. Mag niet 2. Nee. 1 woord gewoon. Maar dat is zo droog, man. Wat moet je zeggen over elkaar in 1 woord? Ik wil sowieso te laat zeggen, want jij komt vaak te laat. Ik zweer, dat was het eerste wat in mij opkwam. 2, enthousiast. Enthousiast is een mooi woord. Mo is droog en grappig. Dat is gewoon Mo in 2 woorden. Droog, maar grappig. Ik vind mezelf echt niet grappig, hè. Dat bedoel ik. Soms ik zeg je eerlijk. Nee, niks. Hij zegt mij, wanneer hij een grapje maakt, dan zijn niet per se grappig. Maar het gaat om hoe hij die grapje maakt. Snap je? Oké, nieuwe vraag. Hoe lang ken je Chatmo? Begin maar met je storytime. Nou, ik ken Mo eigenlijk best wel lang. Hoe lang kennen we elkaar?
3 jaar of zo? Nee man, InstaWesp broer, je was 16. InstaWesp. Ik en Mo kennen elkaar van weten van bestaan best wel lang. We maakten allebei vroeger fijns toen we wat jonger waren. Ik was 15 of zo. Hoeveel jaar verschil je met mij? 2 of 1? Jij bent nu 21. Mm-hmm. Dan 1 jaar. Dus... Ben je 20? Ik ben 20 geworden, ja. Big boy, grote jongen. Je kent het. Dus ja, ik was 15, Mo was 16. Oké, dus nu hebben we het antwoord. Na een lange tijd bedenken. Ik ken Mo 5, 6 jaar, maar we gaan goed met elkaar om. Nu 2,5 jaar, ongeveer 3 jaar zo. Toch? Oké, applaus. Klopt helemaal. Volgende vraag. Wat wilden jullie vroeger worden? Ik ben wel benieuwd, wat wil je vroeger worden? Ik wil vroeger YouTuber worden. Maar als in, ja, laat me zo zeggen. Ik had nooit zeg maar iets in mijn gedachten waarvan ik dacht van, yo, dit wil ik worden. Ik wil altijd later veel geld verdienen. Mm-hmm. Dus je kent het wel, je wilt tandarts worden omdat het veel verdient. Of iets zeg maar gewoon. Ja. Maar ja, dan kom je er snel achter, tandarts. Je moet veel doen voor die opleiding, te veel stress, laat zitten. Maar als in, ik was al... Wil je even... Oh, sorry. Ewa, uiteindelijk, ik was wel... Die guy die gewoon video's maakte, zo op Instagram als elk ander platform. Op jonge leeftijd al. En de vraag was, wat wil je vroeger worden? Ja, iemand die video's maakte en daarmee zijn brood kon verdienen. En dat is uiteindelijk best wel gelukt, vind ik. Dus je bent rijk? Nee, helaas nog niet, broeder. Ben jij rijk? Nee, helaas nog niet, broeder. We zitten in hetzelfde... Schuitje. Juist, ik wil een bootje zeggen. Oké. Nieuwe vraag. Als je geen YouTube had, wat zou je doen met je leven? Ik ga niet voor je liegen, ik zou nog steeds denken dat ik profvoetballer zou kunnen worden, man. Echt? Ja. Loki, denk ik dat van... Dus je pakt een servetje en je legt het om mijn eten om het vervolgens schoon te maken voor wat? Ga gewoon door, bro. Ik heb van binnen nog steeds het gevoel dat ik denk dat ik profvoetballer kan worden. Mm-hmm. Maar... Maar weten allebei dat jij dat niet zou worden, toch? Of had je echt vertrouwen en was je echt goed? Ik ben nog steeds goed. En iedereen die me heeft gevoetbald, niet ontkennen. Kijk goed nu in de camera. Je zag die talent was er wel, ja? Er waren bepaalde redenen waardoor ik... Welke blessure had je? Welke blessure? Mm-hmm. Ewa, ik was gewoon niet meer de snelste. Nee, dat was het niet. Kijk, mocht Go Ahead Eagles, Ajax, PSV kijken nu. Ik kan een dagje mee trainen, geloof me. Ik ga gezond eten, ik ga goed trainen. En ik kan mijn vetpercentage omlaag brengen om met jullie gewoon te gaan knallen, weet je toch? Voor, hoe is de trainer van de Eredivisie? Zo, wacht even hoor. Ronjans. Ronjans, als je dit... Is dat wel net... Welke club is dat? Dat was een meme vroeger, man. Ronjans, Pek Zwolle toch of zo? Of hoe heet die guy van Ajax, die trainer? Iets met Peter Bos. Weet je dit? Ja, toch? Ik ga even opzoeken. Ik ben bloedserieus. Erik ten Hag. Hey, waar is het Peter? Dat is nooit de Peter geweest, jongen. Ik weet ook niet. Oké, goed. Ik zou dan gewoon denken dat ik een profvoetballer zou worden. Wat zou jij doen? En nou, op dit moment zou ik denken gewoon... wat zou jij doen? Als nu YouTube weg zou gaan, wat ik zou nee, doen? Nee, als er geen YouTube was in je leven, wat zou je doen? Waarom ik niet zeg muziek? Ik heb kans gekregen in de studio door YouTube dus. Ik denk niet dat ik ooit een kans zou krijgen in de studio als ik geen YouTube had. Dus daarom zeg ik geen muziek. Ga verder. Bro, ik zeg je eerlijk, ik zou echt niet weten wat ik zou worden, man. Ik zou het echt niet weten. Ik zou gewoon een opleiding doen of een baan waarmee ik zeg maar gewoon geld zou kunnen verdienen uiteindelijk. Maar YouTube is echt op mijn pad gekomen omdat ik het uiteindelijk ook op jonge leeftijd al gewoon leuk vond, toch? Ik denk dat ik weet wat hij zou doen. Wat dan? Je zou een reclame zien van Chatmo met... Yo, wil jij nou verdienen met crypto? Schrijf nu in. Hij is vervelend. Wie is je celebrity crush? Dat is wel een hete vraag. Wat kijk je zo droog? Ik ben gewoon benieuwd naar wat je gaat zeggen. Ik heb er geen, man. Nee, ja, ik weet niet. Gewoon eerlijk zijn. Nee, ik heb niet, man. Ik ben die bescheiden jongen. Ik kijk niet naar dames. Ja, ik ben serieus aan het nadenken. Celebrity crush of zo. Ik weet niet in wat moet ik gaan denken. Nou, wat voor dames moet je kijken? Geef een voorbeeld. Je zei een keer tegen mij dat je... Wat? Wat? Wat zei je? Je zei tegen mij dat je die vriendin van Gio, Jade, mooi vond. Eike! Hij ligt, hij maakt jokes. Ik wou net zeggen, ik heb jou nooit wat verteld over een dame. Maar, nee man, ik ben serieus aan het nadenken, John. Maar weet je, jij hebt mij de vraag gesteld, wie is jouw celebrity crush? Als ik het goed uitspreek, celebrity. Ik heb geen celebrity crush, man. Ja, ik ook niet, man, duidelijk. Case closed. Wat is iets wat je nog wilt bereiken? Miljonair worden, heel straight. Misschien is dat wel echt een lastig doel. En ook niet een doel wat ik nu binnen nu en 2 jaar kan tikken. Maar binnen nu en 3 jaar zou het misschien wel kunnen. Misschien te hoog ingeschat zijn, maar... Sounds crazy, but you never know. You never know. Als je blijft werken en gewoon je doel achterna gaat. Zeker. Ik moet ook even beantwoorden. Wat ik zou willen bereiken, is hetzelfde als hem.
Oh, jij wilt ook miljonair worden. Klinkt goed. Oké. Okay. Samen miljonair worden. Deal. Wat zou nog één ding zijn die je zou willen doen voordat je doodgaat? Nou, Mekka gaan, man. Weet je wat Mekka is? Misschien een domme vraag, maar misschien weet je het gewoon. Ja. Ik weet, ja, toch, ja, dat wil ik doen. Met de fam. Nou, man. Wat wil jij nog ooit doen? Gewoon voordat je Diddy bent. Of zoals F-gamers zeggen, Freddy. Yo, hoor je dat? De boot vertrekt! Snelheid! Dat zeggen ze toch? Die begrijp ik echt niet, man. In straattaal is Freddy dood, toch? Freddy is bang. Laat zitten ook. Ik weet niet wat ik zou willen doen. Dat is een hele diepe vraag, man. Ik zou niet weten, man. Genoeg vragen gehad. We zijn aan het eind gekomen, dus bedankt voor het kijken van deze video. Bro, jullie me schrikken, man. Rust. We zijn aan het eind gedaan. Jongens, aan alles komt een eind. Ook aan deze video. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik wil jullie bedanken voor het abonneren. Vergeet zeker niet te reageren. Volg me op Instagram. Volg mij op Instagram. Chatmo. Kleine John. Kleine laagstipje John. Oeh ja. En like de video. Comment ook. Dat zei ik net al. Nou, ciao. En nu komt dan zeg maar het stukje van... Skusku, pull up in your city. Ik ben mama jongens van Saleria. Wil ik aan je zetten in Louis Vuitton. Ring je bestie, want dan ben ik mijn John. Skusku, pull up on your area. Shotgun, met een verrie. Jij weet toch wel fucking niet met Babylon. Zij wil met me hangen met...